Welkom bij een nieuwe video van Edeshop. En vandaag probeer ik u te helpen met waar u aan moet denken bij het kopen en het gebruik van een labvoeding. Allereerst wil ik het hebben over wat een labvoeding is en waarvoor het bedoeld is. Wanneer je een elektrische schakeling of componenten wilt testen, moeten deze vaak gevoed worden met een spanning. Je kan hiervoor dus een labvoeding gebruiken. Bijvoorbeeld deze labvoeding die we hier hebben is een krachtige labvoeding die een bereik heeft van 0 tot 30 volt en 0 tot 10 ampère. Met een labvoeding kan je de stroom en de spanning instellen die je wilt. Bij sommige labvoedingen kun je bijvoorbeeld de stroominstelling aflezen van een LCD-scherm. Labvoedingen die deze functie niet bieden, geven alleen de werkelijke stroom weer. Een labvoeding heeft twee modi, constant voltage en constant current. Bij constant voltage levert de labvoeding de vooraf ingestelde spanning en bij constant current levert de labvoeding de vooraf ingestelde stroom. Aan de hand van een handig instelbare weerstand kan ik hiermee het effect op de spanning en de stroom laten zien. Ik heb op dit moment een constante spanning ingesteld en je kan zien dat er nog geen stroom loopt omdat er op dit moment geen gesloten circuit is. Als ik nu het weerstand aansluit, kunt u nu zien dat er stroom loopt. De hoeveelheid stroom die door de weerstand gaat, wordt bepaald door de wet van Ohm. Als ik nu een stroomlimiet instel, die niet zichtbaar is bij deze simpele labvoeding, zal er nog niks gebeuren aangezien dit een open circuit is. Als ik nu de weerstand aansluit, kunt u zien dat er nu de gevraagde constante stroom loopt en er nu ook spanning op staat, die wordt bepaald door de wet van Ohm. Op deze labvoeding van Korat kunt u wel de vooraf ingestelde stroomlimiet zien. Als ik de uitgang aanzet, kunt u nu zien dat er de gevraagde constante stroom loopt en er nu ook spanning op staat. Ik heb nu een limiet ingesteld voor de spanning en de stroom. Als ik de weerstand geleidelijk omlaag zet, kunt u nu zien dat de labvoeding overschakelt van constant voltage naar constant current. In welke modus de labvoeding zich bevindt, wordt ook bepaald door de wet van Ohm. Als ik geen stroomlimiet instel en een banaanstekker aan één uiteinde aansluit in de positieve connector en een andere uiteinde in de negatieve connector, dus alleen de weerstand van de banaanstekker is zelf aanwezig, dan zal de stroom oplopen tot de limiet van de labvoeding zelf en de spanning zo goed als 0 volt zijn. Alle labvoedingen met een stroomlimiet zijn kortsluitingbestendig, wat erg belangrijk is om niet per ongeluk je labvoedingen door te branden. Een schakeling of belasting kan dus gemakkelijk aangesloten worden aan de connectoren van een labvoeding. Er zijn bijvoorbeeld twee soorten aansluitingen, veiligheidsconnectoren en schroefconnectoren. Voor het aansluiten van een labvoeding worden banaanstekkers gebruikt. Een voordeel van een schroefconnector is dat er na het losdraaien ook losse draadjes in kunnen worden gestoken. Bij sommige labvoedingen kan de uitgang van een aansluiting uitgeschakeld worden, zodat je de gevraagde spanningslimiet en stroomlimiet kan instellen zonder dat de belasting al onder stroom en spanning staat. Als deze functie er niet is, zal de belasting losgekoppeld moeten worden om de spanning eraf te kunnen halen. Verder heb je ook labvoedingen met meerdere kanalen. Deze kanalen kunnen gebruikt worden om meerdere verschillende spanning te creëren of om een hogere spanning of stroom te behalen door meerdere kanalen aan elkaar in series te schakelen voor een hogere spanning of in parallel te schakelen voor een hogere stroom met banaanstekkers. Een populaire labvoeding die we hier hebben is de Korat KA3005P. Deze labvoeding heeft één kanaal en een aardeaansluiting. De labvoeding is verkrijgbaar in twee modellen, één met de veiligheidsconnectoren en één met schroefconnectoren. De Korat labvoeding heeft een spanningsbereik van 0 tot 30 volt en een stroombereik van 0 tot 5 ampère. De Korat heeft een handige knop voor het uitschakelen van de uitgang van de connector. Wat ook handig is, is dat de Korat knoppen heeft om voorkeuren van spannings- en stroominstellingen op te kunnen slaan in het geheugen. Verder is gebruik van de Korat heel gemakkelijk en intuïtief vanaf de eerste keer te gebruiken. Ook heeft de Korat twee belangrijke extra functies. Overvoltage protection, oftewel OVP, en overcurrent protection, oftewel OCP. OVP en OCP kunnen gebruikt worden als extra veiligheid als het hele systeem overbelast raakt met teveel spanning of stroom. Grenzen daarvan kunnen zelf ingesteld worden. Als één van de grenzen overschreden wordt, dan zal de uitgang van de labvoeding zich automatisch uitschakelen. Een wat complexere labvoeding die we hier hebben is de Siklent SPD3303X. Deze labvoeding heeft drie kanalen en een aardeaansluiting. Alle kanalen hebben een stroombereik van 0 tot 3,2 ampère en de eerste twee kanalen hebben een spanningsbereik van 0 tot 32 volt. Het laatste kanaal heeft drie verschillende spanningsstanden die variëren tussen 2,5 volt, 3,3 volt en 5 volt. Verder zijn de connectoren van de Siklent schroefconnectoren.
De kanalen van de Cichlend kunnen apart aan uitgeschakeld worden of allemaal tegelijk. De eerste twee kanalen kunnen in series gebruikt worden door eerst de sterkknop in te drukken en dan de kabels op de juiste manier aan te sluiten. Door een banaanstekker in de positieve connector van het tweede kanaal te steken en een banaanstekker in de negatieve connector van het eerste kanaal te steken. Daarna kunt u de gevraagde waardes voor de spanning en de stroom bij kanaal 1 opgeven. Ook kunnen de kanalen parallel gebruikt worden door eerst de paraknop in te drukken en dan de banaankabels in de positieve en negatieve connector van één kanaal te steken. In parallel mode kan het eerste kanaal van de Cichlend zowel in constant voltage en constant current mode gebruikt worden, maar het tweede kanaal alleen in constant current mode. Verder heeft de Cichlend ook geheugen van maximaal 5 zelfgemaakte setups, waarbij wordt opgeslagen in welke modus de kanalen gebruikt worden, dus individueel, in series of in parallel. Verder worden de spanning- en stroominstellingen en specifieke timerinstellingen opgeslagen. Met de timerinstelling kun je allerlei pulssignalen maken, waarbij je de spanning, stroom en de duur van de spanning en de stroom kan bepalen. Deze labvoeding is meer voor de ervaren labvoeding gebruiker, omdat deze labvoeding allerlei functies heeft die niet op een simpele labvoeding te vinden zijn. De Cichlend heeft echter geen OVP en geen OCP, wat de Korat wel heeft. Bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk heb ik jullie hiermee kunnen helpen. De labvoedingen vindt u in de beschrijving en hopelijk zie ik u bij een volgende video.